We gaan vandaag een ademhalingsoefening doen, waarbij we in vier fasen gaan ademen. Voor deze ademhalingsoefening maak je eerst even een plek of een ruimte, zodanig dat je jezelf even kunt afzonderen en je kunt concentreren op de ademhalingsoefening. Misschien wil je liggen, zorg dan dat je mooi gesteund ligt op een plek waar jij je comfortabel voelt. Misschien wil je eventueel nog wat onder je knieën leggen. Stel je liever in zit bent, zorg dan dat je voeten stevig op de grond staan en je actief kunt zitten zonder dat je jezelf te veel moet oprichten. We gebruiken voor deze ademhalingsoefening een simpel figuur. Dat figuur kun je tekenen en erbij houden als het je houvast geeft. Voel je ook vrij om het figuur nu te bekijken en daarna weer los te laten en het gewoon mentaal mee te nemen. De oefening bestaat uit vier fasen. In de eerste fase gaan we in 4 seconden inademen. Daarna houden we 4 seconden de ademhaling vast, waarna we in 4 seconden weer gaan uitademen. En daarna zullen we 4 seconden leeg blijven. Dit patroon kun je een keer of 5 à 10 herhalen en kun je zo vaak per dag doen als je wil. In het begin zal het misschien even wennen zijn, maar geef jezelf de tijd. Stel dat je in het begin voelt dat de seconden net wat langer of wat korter zijn, werk er dan rustig naartoe dat dat in 4 seconden haalbaar is, maar misschien heb je daar enkele dagen of oefenmomenten voor nodig. We zullen de cirkel of de vierkant zullen we in 2 keer geleidelijk met z'n tweeën gaan doen. Dus adem een keer volledig in, adem een keer volledig uit en begin dan met ademen. 4 seconden in door je neus. 1, 2, 3, 4. 4 seconden vast. 1, 2, 3, 4. 4 seconden uit. 1, 2, 3, 4. 4 seconden leeg. 1, 2, 3, 4. 4 seconden weer in. 1, 2, 3, 4. 4 seconden de adem vasthouden. 2, 3, 4. 4 seconden uitademen. 1, 2, 3, 4. En hou vast. Helemaal leeg. 1, 2, 3, 4. Hervat nu rustig je ademhaling. Voel even hoe je deze ademvierkant ervaart. En voel je dan vrij om hem zelf nog een paar keer te herhalen. Het inademen gebeurt door de neus, waarbij je je mond sluit. Het uitademen kan door de neus, maar mag eventueel ook door de mond. Veel succes!